Tijdens de Maand van de Vrijheid in 2020, die zal duren van 4 april tot en met 5 mei, rijdt de Vrijheidsexpress door heel Nederland. Een herkenbare bus met opdruk moet zo'n 60 plaatsen aandoen. Deze maand wordt er al proefgereden en daarvoor stond de Vrijheidsexpress donderdagmiddag bij het Buusbos Museum in Werkendam. De Vrijheidsexpress is een bus. Die staat hier nu achter geparkeerd. Dit is een testbus, maar in 2020 gaan we met 14 bussen door Nederland rijden om verhalen over oorlog en vrijheid op te halen, maar ook om verhalen te brengen. En we zijn hier omdat de Biesbos natuurlijk een heel bijzonder gebied is. Het is een gebied waar in de Tweede Wereldoorlog van bevrijd Brabant naar het bezette noorden van Nederland mensen en goederen vervoerd werden, waar de liniecrossers moedig werk hebben gedaan. En een heel passende plek om dus stil te staan bij een thema als oorlog en vrijheid. In mei 1945 kwam er een einde aan de Duitse bezetting in Nederland. En in augustus 1945 eindigde de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Dat is bijna 75 jaar geleden. U heeft net in de bus een video zitten kijken. Wat vond u daarvan? Nou, dat is wel heel goed om erbij stil te staan. Dus wat die mensen meegemaakt hebben en ook dat ze ook zo'n honger hebben geleden, hè, in de oorlog. Dat was hier natuurlijk in de streek niet. Hier hadden ze geen honger. Maar Amsterdam en Randstad en zo. Nou, dat kwam wel erg naar voren. Dat ze dus na zoveel jaar weer terugkwamen. Heel moeilijk om weer bij hun ouders te komen. En dat ze ook zoveel honger hadden geleden eigenlijk. Waar komt u zelf vandaan? Ik kom uit Veen. Daar ben ik geboren dus. Maar ik woon nu in Wijk en Aalburg. Heeft u daar ook wel eens verhalen over de bevrijding gehoord? Nee. Nee, ik vind dat er best weinig over gesproken is geweest. Vindt u dat niet jammer? Ja, nu misschien wel. Maar ik heb daar ook nooit bij stilgestaan eigenlijk. Hoewel mijn ouders natuurlijk ook van alles mee hebben gemaakt. Maar die hebben het afgesloten en als kind zijn, dan weet je dan ook niet beter. Maar nu dan hier mijn kleinkinderen en die zien hier de filmpjes en zo. En die worden aan het nadenken gezegd. En dan denk ik, ja, dat is toch eigenlijk wel goed. Want wij vinden het maar normaal dat we in vrijheid leven. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. De gedachte is, wij komen naar de mensen toe. Naar de mensen toe om hun verhaal over oorlog en vrijheid op te halen. En om hen in de gelegenheid te stellen om dat verhaal te delen.